Rot van Dalen, we kennen je natuurlijk als oud-directeur van Bits of Freedom, maar je bent advocaat, gespecialiseerd op het gebied van privacy. Als ik persoonsgegevens wil verwerken, kan ik dat zomaar gaan doen? Moet ik me nog ergens rekening mee houden? Hoe werkt dat? Als jij een organisatie bent en je wil persoonsgegevens verwerken, dan ben je gebonden aan de wet bescherming persoonsgegevens. In die wet staan allerlei vereisten over wat je mag doen met persoonsgegevens en in hoeverre je mensen daarover moet informeren. Het is dus zaak om in kaart te brengen wat je precies verzamelt, welke gegevens je verwerkt, wat je daar precies mee doet en hoe je daar mensen over kan informeren. Stel, het is een lijst met studentgegevens en wat cijfers, misschien wat informatie over hun familieachtergrond, allemaal niet zo heel veel bijzonders. Kan dat zomaar? Meestal is het wel zo dat het kan, maar ben je wel aan de wet bescherming persoonsgegevens gebonden. Het is niet zo dat als persoonsgegevens niet zo interessant zijn, zoals naam of adres, dat je dan helemaal niks van de privacyregels hoeft aan te trekken. Ook in dat geval zal je rekening moeten houden met de privacyregels. Wat zijn de belangrijkste dingen waar ik op moet letten als ik persoonsgegevens wil gaan bijhouden? Welke dingen moet ik echt geregeld hebben? Het eerste wat ik belangrijk vind als je met persoonsgegevens aan de slag gaat, is dat je let op de proportionaliteit. En met proportionaliteit bedoel ik dat je niet meer doet dan noodzakelijk, dat je niet meer opslaat dan noodzakelijk, dat je niet het langer opslaat dan noodzakelijk. En daarvoor moet je kijken naar, heb ik het nou eigenlijk nodig? De volgende belangrijke eis die de privacywet stelt, is er eentje van transparantie. Je moet mensen van wie je persoonsgegevens gebruikt ook goed informeren over wat je met die gegevens doet. Dat kan je bijvoorbeeld doen in een privacy policy of in die teksten die je ziet als je een app opent en waar je dan op moet klikken. Het laatste is dat je beveiliging goed op orde moet hebben. Ja, oké. Beveiliging is natuurlijk heel logisch, hè? Want als het misgaat, dan krijg je die meldplicht datalek en al die ellende straks eromheen. Maar waarom moet ik toch informeren? Want misschien weet ik wel niet wat ik voor de toekomst met die gegevens wil doen. Dat hoor je heel vaak nu bij big data. Hè? Van ja, als ik nu vast verzamel, dan kan ik straks misschien wel hele leuke dingen gaan doen. En dan staat het enorm in de weg, want ik kan nu niet zeggen wat ik ermee wil. Ja, dat is een probleem wat je veel ziet inderdaad in de big data omgeving. Dat mensen, organisaties gegevens nu al verzamelen, terwijl ze nog niet precies weten wat ze er in de toekomst aan hebben. Nou, dan zou je denken, dan informeer je mensen gewoon, ik verzamel uw gegevens en ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Maar het probleem is dat je ook van tevoren bij het verzamelen al moet bedenken voor welk doel je dat doet. En dat moet specifiek genoeg zijn. Dus het kan niet zo zijn dat je zegt, ik verzamel voor alles wat ik in de toekomst ga bedenken. Je moet daar een duidelijke omschrijving voor hebben. Ja, dus dat is die doelbinding zoals ze dat geloof ik noemen. Hè? Ja. Dat zei je daarbij ook nog van, ja, je moet mensen informeren. Maar dat vind ik heel ongemakkelijk, want als ik mensen informeer, dan weten ze dat ik die gegevens verwerk. En misschien willen ze het dan wel opeens niet meer. Ja, het is natuurlijk wel zo dat als je mensen hun gegevens gebruikt, dat je hun ook wel daar goed over moet informeren. Want anders loop je het risico dat ze achteraf erachter komen dat je die gegevens gebruikt en dat ze daar ontevreden over zijn. Je ziet zelfs al dat sommige bedrijven zich helemaal aan de wet houden en dat ze toch een enorme mediastorm over zich heen krijgen. Bijvoorbeeld toen ING aankondigde dat ze gegevens wilden of dat ze advertenties wilden gaan verkopen op basis van jouw financiële gegevens. Wat alleen maar op basis van opt-in zou zijn, wat alleen maar zou zijn als de bankhouder zelf toestemming had gegeven, dan nog is dat op het NOS-journaal geweest en was er heel veel ophef over en is dat uiteindelijk weer ingetrokken. Rot van Dalen, advocaat gespecialiseerd in privacyrecht, dankjewel voor deze uitleg. Graag gedaan.